Hallo allemaal, ik ben Tine de Wulf. Ik ben bewust blootvoetsbekapper in België. En ik ben heel gedreven om jong en oud meer te leren over hoeven. Deze video dient eigenlijk als introductievideo op een hele nieuwe reeks die ik van plan ben om te maken. Het gaat eigenlijk een reeks worden om en rond hoefgezondheid. Mensen zijn nog niet betrokken bij de hoefverzorging van hun paard. Ze vinden het een ver van mijn bedshow of ze laten het gewoon over aan andere professionals. Maar ik vind dat hoeven bij de basisverzorging en basiskennis van het hele paardenhouden hoort. En ik ben niet alleen, heel veel van mijn collega's vinden dat ook. Wij merken gewoon als mensen zelf ook investeren in de hoeven, tijd en energie in die hoeven steken en daar meer over leren, dan merken wij daar heel snel de voordelen ook van. Het is belangrijk dat de mensen meer leren over de hoeven van hun paard en op die manier sneller kunnen reageren als er iets mis is, problemen kunnen herkennen, dingen kunnen zien, weten waar dat ze op moeten letten en ook op een goede manier kunnen samenwerken met hun professional. Ik merk als bekapper dat heel veel mensen, klanten van mij of andere paardeneigenaren, op zoek zijn naar informatie rond hoeven. Heel veel vragen hebben daaromtrent, maar de juiste informatie moeilijk of niet kunnen vinden. Die antwoorden op hun vragen die zijn er wel, alleen is het dan ofwel in boeken ofwel op websites te vinden. Maar mensen lezen niet meer zo graag. Het is vaak heel veel tijd die erin kruipt om hele websites af te schuimen. Je moet ze ook nog eens vinden natuurlijk, de juiste website. Boeken nemen ook een hele hoop tijd in beslag, zijn vaak ook op een hoger niveau. En er zijn wel een paar YouTube-filmpjes, maar die zijn allemaal ofwel in een andere taal, niet in het Nederlands. Dus ook niet geschikt voor jonge mensen die pas met paarden in de omgang zijn. En ze zijn ook vaak op hoger niveau of heel ingewikkeld. En dat is gewoon niet de bedoeling van mijn video's. Er staan bijvoorbeeld heel veel video's over manen vlechten en figuurtjes scheren. En borstels uitwassen, kuisje poetskist op. En welke borstels zitten er in mijn poetskist, wat zit er in mijn EHBO-kist. Maar er zit helemaal niks van video's tussen op laag niveau over voeten. Het is allemaal in een andere taal of het is heel diepgaand, heel ingewikkeld, heel wetenschappelijk. Daar heeft niemand iets aan die gewoon meer wil leren. Ik wil echt low-key, heel basis informatie brengen voor mensen die er nog niks van kennen. En die vinden dat het bij de basis van hun paardenzorg hoort. Ik wil dus video's gaan maken voor de gewone paardenliefhebber, niet voor professionals of experts, want die gaan het een heleboel basisherhaling vinden. En ik probeer dat dus telkens zo eenvoudig mogelijk te brengen, zodat ook jonge mensen en kinderen aan deze video's misschien wel iets hebben. En nog belangrijk, niet iedereen moet bekapper zijn of hoefverzorger of hoefsmid om iets over voeten te willen leren of kunnen leren. Wil je daar toch iets mee doen? Dat kan ook. Daar zijn ook heel veel kanalen voor. Dat is niet voor mij. Er zijn heel veel mensen die cursussen en workshops en clinics en opleidingen geven. En dat laat ik met veel plezier aan hen over, zowel theorie als praktijk. Dus, dat was het een beetje. Ik heb ook trouwens een heleboel ideeën van mezelf. Er staan al heel veel video's klaar. Maar ik wil ook graag weten wat jullie nog zoeken aan informatie, waar dan jullie nog dingen over weten, onderwerpen die jullie nog niet aan bod hebben zien komen ergens anders. En ja, laat het mij weten, want dan kan ik er misschien wel iets mee doen. En dan zie ik jullie graag snel. Bye!